gaan we kijken eventjes naar het groene. Dat is de zwaan, dat was vanmiddag om 12 uur. En hier hebt u ook nog het rode, wat we hebben als de temperaturen die opliepen, dus in de Golf van Lyon, oplopend ook in Spanje. Maar ik zie dat de grenzen nog niet komen, want volgende week hopen we u de landen te kunnen laten zien met hun grenzen, met de vervorming van de weersatelliet. Nederland zullen we tonen, we zullen u Duitsland tonen, Oost-Duitsland, we zullen u Polen tonen, we zullen u Oostenrijk tonen, we zullen u verder ook nog tonen Tsjechoslowakije, en we zullen u ook Zwitserland tonen, we zullen u Hongarije tonen, Bulgarije tonen, Zuid-Slavië, Italië. Om in verval het weer te begrijpen, moet u opnieuw uw aardrijkskunde leren. Goedenavond, beste kijkers. Goedenavond, dames en heren. Het onderwijs is ook nu erg in de belangstelling. Het gaat dan veelal om politieke, achterhoede gevechten die verband houden met de gelijke behandeling van alle leerlingen. Ondertussen wens ik ieder van u een goede avond en een deugddoende vakantie. En voor degenen die nog aan de studie of het examen bezig zijn, hou nog even vol en veel succes. Goedenavond, beste kijkers. Dit is inderdaad de laatste uitzending voor dit seizoen. En daar drukken we wel even op. Met de twee laatste kandidaten natuurlijk. Hallo. Hallo Marleen. Ja, dag. Ik ben Els van Kastelen. Ja. Ik ben 15 jaar. Mm-hmm. Ik zit op school in het instituut De Velm. Ja. En ik volg sociaal technisch. Mijn hobby's zijn sport, handbal, zwemmen, lopen en televisie kijken en muziek luisteren. Dat gebeurt ook wel eens. Wat vond je van de 10 maanden videomatch, Els? Ja, ik vond het wel positieve spelletjes, omdat sommige spelletjes niet het antwoord op voorhand zien. Ja. En dat was met videomatch niet het geval, dan kon je van in de zetel ook meespelen, dat was spannend. Oké. Els, jouw tegenspeler is Filip. Hallo, Filip. Dag, goedenavond Marleen. Ik ben Filip Verkouten, mm-hmm. Ik ben woonachtig te Hamme. Mm-hmm. Ik heb een broer die 13 jaar is en een zus die 6 jaar is. Ja. Mijn hobby's zijn lezen, fietsen en zwemmen. Ja. Ga je nog naar school? Enfin, de school is eigenlijk gedaan, ja. Hè? Nee, ik ga volgend jaar op leercontract. En wat ga je doen, Filip? Voor loodgieter. Ja. Filip, wat vond jij van Videomatch? Een aangename spanning. Ja, oké. Wel, dat is dan de laatste uitzending en de laatste twee rondes. En hier komt alvast de eerste. Dat is het insluitspel. Filip. Links. Links. Els. Boven. Boven. Ja, Filip. Onder. Onder. En Els. Links. Links. Filip. Links. Links. Els. Naar onder. Naar beneden. Filip. Beneden. Beneden. Links. En links voor Els. Ja, Filip. Onder. Ja. Onder. Mm-hmm. Els. Boven. Boven. Filip? Onder. Onder. Je komt er bovenaan weer in. Els? Links. Links. Filip? Onder. Ja. Els? Boven. Boven. Gaan ze inderdaad wat spannend maken en vlugger spelen. Filip? Onder. Onder. Els? Links. Links. Filip? Onder. Ja. Els?
boven. Ja. Filip. Links. Mm-hmm. Rechts. Rechts. Onder. Ja. Rechts. Filip. Onder. Onder. Els? Beneden. Beneden, ja, je kan niet anders, hè. Filip, nog één zetje. Onder. Ja, naar beneden. Ziezo, het is gebeurd. En 3000 frank gaan vandaag naar Filip. En ze zijn geschonken door het krediet aan de nijverheid. En dat komt allemaal nog eens mooi op je scherm met de computer. En Els, jij krijgt van ons dat computerspelletje toegestuurd. Dank je wel, meneer. Zo vlug mogelijk. En we hopen van je misschien volgend seizoen, en dat is na de vakantie, terug te zien. Ja, dag Els, prettige vakantie, hè? Dag. Dag. Filip, dit is ook de laatste reis, hè, voor de vakantie. Dus als jij de totempaal perfect kan oplossen, dan mag jij met ons op vakantie. Ja, Filip, kijken we nog een keer. Ja, Marleen. Ja. Ja. Twee. Twee. Eén. Eén. Drie. Drie. Vijf. Vijf. Vier. Vier. En zes. En zes. Kijken naar de computer dan maar. Groen, rood, roze, rood, geel, blauw. Ja, Filip, je hebt het gehaald. Ja, maar. Je bent niet zo enthousiast, hè? Je zou eigenlijk uitbundig moeten roepen en zo, maar dat is niet. Je bent te kalmer tippen. Dus wij kijken even waar de reis van vandaag naartoe gaat. En dat is een reis naar het zonnige zuiden van Frankrijk. Nice, met Sabena voor twee personen. En daar zal het misschien wel wat warmer zijn dan hier, hè, Filip? Ja. Filip, wij bedanken jou voor het meespelen. We wensen jou alvast een prettige vakantie daar in Nice. Hè? Ja. En misschien ook tot de volgende keer. Ja, dag Filip. Dag. Ja, kijk eens. Dit was inderdaad de laatste uitzending. Maar dan wel van voor de vakantie. Want na de vakantie zijn wij er terug. En dat vanaf de eerste maandag van september. We wensen u alvast een heel prettige, fijne zomervakantie. En we bedanken al diegenen die hebben meegespeeld. Die ons hebben kaartjes ingestuurd. Die hebben ook mensen die ook brieven hebben ingestuurd. En zo, u bent allemaal heel hard bedankt ook voor uw aandacht gedurende die 10 maanden videomatch. Tot kijk, tot na de vakantiedag. Bij onze collega's op TV2, dames en heren, wordt er geconcerteerd. Het Symfonieorkest van Pittsburgh speelt er onder leiding van Lorin Mazel en dit naar aanleiding van de Dag van de Verenigde Naties. Bij ons op TV1 gaat het er minder zachtaardig aan toe. Want wij hebben een gangsterfilm voor u uit 1981, De Eenzame Wreker, een film van Michael Mann. Frank is een gelegenheidsdief die 11 jaar in de gevangenis heeft gezeten. En daar heeft hij de tijd gehad om alle knepen van het vak te leren van een meesterdief. Nu is hij vrij en wil een rustig, probleemloos leven leiden, maar vooral zonder financiële problemen. En om dat waar te maken zal hij nog één grote slag slaan. En daarbij zijn opgedane kennis als brandkastkraker aanwenden. Violent Streets of De Eenzame Wreker, spanning en actie dus tot 10:30. Dan is Jorup Keur met première en om 11:50 krijgt u de tweede nieuwsuitzending. En nu naar James Caan, of naar Frank, beter gezegd, de dief op zoek naar het geluk.